Hey. Hey, komt de tijd weer? Ja, ik zit te lunchen. Oh, oké. Ik moet insuline gaan spuiten. Oké. Nou, lekker dan. Ja, alleen want ze zeggen mijn suiker is wel goed nu, Ja. maar zonder koolhydraten dan ga ik te veel verzwakken. Ja, dat kan. Dus wat ze nu zeggen is, als ik het gewoon zonder koolhydraten red, dan mag dat. Ja. En als ik koolhydraten echt per se wil, of tenminste per se, als ik Ja. voel dat ik weinig energie heb, dan neem ik koolhydraten en dan spuit ik. Oké. Dus op die manier kan ik dan een beetje zelf afstemmen, dus het hoeft ook niet elke dag, alleen als ik dan koolhydraten eet. Wat houdt het in voor het verdere verloop? Dat je vanaf de 19e vrij kan vragen. Oké, dat is al wel gepland nu. Ja. Oké. 19 augustus. Nou, dan gaan we dat regelen. Ja. Ja? Dus we weten zeker dat het dan dat dan gaat gebeuren. Ja. Oké. Dat staat er ook in gepland al helemaal. Ja. Oké, nou helder, weet ik wat ik precies wel in vrij moet zijn. Ja, we moeten 19 augustus om 7:30 in het ziekenhuis zijn en dan word ik ingeleid. Ja? Wil niet zeggen dat het er dezelfde dag meteen is, Nee, natuurlijk. dat kan 12 uur duren. Ja. Nou, ik dacht ik ga een superleuke reactie vastleggen. Is het echt weer zo'n mannenreactie, zo'n hele nuchtere reactie. Maar hij is nu wel aan het appen dat hij mega blij is, dat hij niet kan wachten. Maar hij zat in de kantine met collega's. Dus hij wilde een beetje een soort, hoe zullen we het zeggen, een beetje mild blijven, zeg maar. Niet te veel in zijn emotie meegaan. Maar hij appte nu in ieder geval dat hij er super blij mee is en dat hij het heel spannend vindt. En dat is het ook zeker. Ik had jullie nog niet verteld hoe het nou precies zit, maar jullie kregen het al mee natuurlijk wat ik Misha vertelde. Ik moet insuline gaan spuiten ook, omdat ik op krachten moet blijven en niet helemaal koolhydraatarm kan gaan leven nu. En omdat hij boven de groeicurve zit en hij is natuurlijk al zwaarder, zijn hoofd is groter en alles, hebben ze besloten om dat op die manier te doen. Dus ja. Goedemorgen, het is inmiddels dinsdag. Ik heb net een make-up video opgenomen en die staat online. Ik heb een beetje een rozige look gemaakt met glittertjes en zo. En nou ja, misschien hebben jullie hem wel gezien. Hij is vorige week online gekomen, vorige week zondag. En ja, ik heb mijn haar eigenlijk niet gedaan. Ik heb wel trouwens weer nieuwe highlights gezet, zoals je misschien ziet. Ze zijn nu echt ijziger en veel koeler qua tint. Dus ik ben er nu echt heel erg blij mee. Ik moet het eigenlijk wassen, maar ja, ik laat het nu nog wel even zo. Ik vind de krul erin, die ja, zit ook wel leuk. Maar goed, ik heb dan net een make-up video opgenomen. Sorry dat ik niet helemaal eerlijk tegen jullie kon zijn. Maar het moest toch een beetje een geheimtje blijven dat hij er bijna al aankomt. Het is nu dinsdag en dat is wel echt gek. Want ik weet gewoon dat ik maandag word ingeleid. Dus het is gewoon nu officieel minder dan een week. Gewoon 6 dagen nog maar. En dan word ik ingeleid. Dus hij kan er volgende week rond deze tijd gewoon al zijn. Ik vind het echt super spannend en ik heb er ook wel heel veel zin in. En ik moet zeggen, lichamelijk ben ik er ook wel echt aan toe. Dus ja, ik kijk er op meerdere manieren naar uit. Ten eerste willen we natuurlijk hem ontmoeten. We willen zien hoe hij eruit ziet, hoe zijn stemmetje is, hoe hij kijkt, hoe zijn oogjes zijn. Ja, gewoon dat soort dingen, weet je wel. Daar ben je op een gegeven moment zo nieuwsgierig naar. Dus dat wil ik echt super graag weten. En aan de andere kant denk ik dan, ja, daarna kan ik ook lichamelijk eindelijk gaan herstellen. Ik ben natuurlijk eigenlijk een soort van ziek, zwak, misselijk sinds januari. Dus ik heb me dit jaar nog geen enkele dag echt lekker gevoeld, zeg maar. Dus het is een beetje van beide. En ik weet echt wel hoor, geloof me, ik weet dat ik wel moet gaan herstellen. En dat ik niet de dag daarna meteen huppelend rondloop. Maar als ik maar elke dag wat verbetering zie, weet je wel, wat meer bewegingsvrijheid heb. Misschien de trap oplopen zonder helemaal buiten adem te zijn. Niet zoveel pijn meer heb als ik op een gegeven moment lig of zo. Dat ik wat beter een houding kan vinden, want ik slaap voor geen meter. Ja, dan ben ik daar al heel blij mee, weet je wel. Dus elke dag een heel klein beetje winst, dat vind ik al goed. Ik vind het wel grappig, nu zeggen mensen allemaal, geniet nog maar even van je nachtrust. En dan kijk ik ze aan en denk ik, nachtrust? Ik heb nu al geen nachtrust, ik doe geen oog dicht. Ik denk zelfs, en misschien is dat niet zo, maar ik denk dat het er alleen maar op vooruit gaat. Want ik denk als hij dan op een gegeven moment een uurtje slaapt
En ik kan ook een uurtje slapen zonder pijn en zonder maagzuur en al dat soort dingen. Dan denk ik dat de kwaliteit van mijn slaap gewoon vooruit gaat. Al is het dan maar een uurtje. Maar dan slaap ik tenminste wel een uurtje lekker. En nu slaap ik gewoon een uurtje gewoon slecht, zeg maar. Dus ja, ik ben benieuwd. Misschien kom ik er hartstikke op terug en ben ik zo meteen helemaal verrot en zitten de wallen echt tot hier. Misschien hebben we een hele makkelijke baby. We weten het niet, we gaan het zien. Maar ik vind het wel heel spannend dat ze gaan inleiden. Ik vind het wel een voordeel, moet ik zeggen. Ik vind het aan de ene kant makkelijker nu, omdat ik nog steeds wel af en toe slechte dagen heb. Heb ik ook in de video van, die ik net heb opgenomen, maar van vorige week, zeg maar, heb ik het ook verteld. Dat ik af en toe echt wel moet huilen om dingen die niet lukken en die suikerwaardes en dat soort dingetjes allemaal. En nu is het wel makkelijker dat je denkt van oké, nog een week, nog een week. Want ik ben nu 37 weken, ze gaan het 38 weken inleiden nu vanwege de suiker en de insuline. Maar ja, stel je voor dat ze dat niet zouden doen. Dan zou het dus week 38, 39, 40 of 41 kunnen zijn. Dus dan zou ik nu nog een maand twijfelachtig denken van ja, wanneer komt die dan? En hoe lang moet ik het nog volhouden? En ik denk dat dat een stuk lastiger is. Nu is het een soort van, er is een planning, zeg maar. Ik weet gewoon nog even volhouden en dan is het zover en dan komt die, zeg maar. Dus dat maakt het een stuk draaglijker, om het maar even zo te zeggen. En ik vind het ook wel een voordeel dat je wat meer dingen kan plannen. Zoals Misha heeft dan een maand vrij. Die heeft 5 dagen krijgt een man, geloof ik nu, krijgt hij al. En hij doet dan zijn vakantiedag eraan van 3 weken. Dus dat heeft hij dan al geregeld. Dus hij kan dingen overdragen op het werk, wat natuurlijk wel fijn is. En ook met spulletjes. Kijk, je zet natuurlijk je tas klaar om naar het ziekenhuis te gaan. Maar nu is het net nog iets specifieker, omdat je weet dat je maandag sowieso erheen gaat, zeg maar. Wil niet zeggen dat ik maandag blijf. Het kan ook zijn dat ik weer naar huis kom en dat ik dinsdag weer terug moet. Goedemorgen, het is inmiddels donderdag. Ik moet naar het ziekenhuis voor een controle. Ik weet eigenlijk niet eens waarvoor. Ik moet dus leren om dat soort dingen te vragen, maar dat ontgaat me dan weer helemaal. Ik zet het gewoon in mijn agenda als ze me willen zien. Ik denk dat ze gaan kijken hoe die ligt en of die goed ligt voor maandag. Maar ik heb geen idee. Ik neem voor de zekerheid ook mijn boekje mee met mijn suikerwaardes erin. Want misschien dat ze daarover ook nog even willen hebben. En ik ga nu gewoon snel onderweg. En ik zie jullie zo wel weer als ik terug ben. Nou, ik ben inmiddels alweer eventjes thuis. Veel informatie gehad. Even kort samengevat. Als ik bevallen ben, moet ik in ieder geval 24 uur in het ziekenhuis blijven. Want dan gaan ze ook zijn suiker controleren. Dus dat is iets wat ik zelf nog niet wist. Dus dat heb ik dan te horen gekregen. Verder natuurlijk heel veel andere informatie ook. Hij ligt nog steeds goed, dus dat is ook fijn. En ik moet vaker en meer insuline gaan spuiten, zodat ik meer kan eten en beter kan gaan aansterken. Dus dat zijn even de belangrijkste punten, zeg maar, die vandaag besproken zijn. En ik kreeg een vraag van een vriendin en ik denk dat meerdere die vraag hebben. Dus ik wil hem eventjes hier alvast beantwoorden. Want zij vroeg mij namelijk van de week van wat vind je ervan dat je al weet wanneer je naar het ziekenhuis moet. En of dat een voor- of nadeel is. Persoonlijk voor mij is dat een voordeel. Ik ben niet mega mega bang. Natuurlijk vind ik het super spannend, maar ik heb geen fobie. Dus ik vind het alleen maar lekker dat ik weet wanneer het is. En ook omdat het nu heel zwaar is, kan ik nu echt gaan aftellen en weet ik gewoon van oké, we zijn er bijna. En ik vind het wel een voordeel dat je dingen kunt gaan klaarzetten en je een beetje kunt voorbereiden, zeg maar. Dus net als drinken wat mee willen nemen, kan in de koelkast gezet worden. Ik weet bijvoorbeeld van ik ga van het weekend dan lekker mijn haar wassen, zorgen dat ik lekker dat alles gedaan is, weet je wel. Kijk, nu zit er nog wat krul in bijvoorbeeld. Nou, dat ga ik dan ook gewoon lekker doen. Ik ga mijn haar wassen, krullen en dan ga ik er waarschijnlijk wel met de knot heen. Maar dan kan het wel gewoon lekker los daarna. Ja, en ik ben zelfs zo ijdel genoeg dat ik gewoon mijn make-up ga opdoen. En dan weet ik dat ik maandag, misschien ook dinsdag, waterproof eyeliner, waterproof mascara moet gaan gebruiken. Weet je wel, dat soort dingetjes. Dus je kunt alles een beetje ordenen. Je kunt je klaarmaken, weet je wel, misschien even scheren, dat soort dingetjes. Gewoon zorgen dat je er voor jouw gevoel echt klaar voor bent. Dus dat vind ik echt lekker. En je gaat er niet in paniek heen, zeg maar. Tenminste, tenzij die natuurlijk bepaalt eerder te komen. Dat kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, hij kan zo al mijn plannen door de war gooien. Maar als we maandag gaan, dan is het natuurlijk echt een geplande
rit als het ware. Dus je kan rustig je spulletjes inpakken. Inderdaad drinken en eten in je tas doen. Ja, wat zullen we nog meer doen? De maxi-cozy zetten we er bijvoorbeeld zondag al in de auto neer. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes. De camera bijvoorbeeld, ook die. Weet je wel, batterijen opladen, camera's in de tas. Dat zijn allemaal dingen, dat vind ik wel erg makkelijk. Dat we dat gewoon kunnen voorbereiden. En dat is denk ik toch wel even anders als dat je op een moment weeën hebt. Of gebroken vliezen. Dan is het toch wel een dingetje natuurlijk. Dan ga je niet heel rustig van alles pakken en doen. Dan ben je natuurlijk veel drukker met andere dingen. En dan is de kans misschien groter dat je wat vergeet. Dus dat vind ik absoluut wel een voordeel. En het is nu donderdag dus. Ik ga zaterdag nog mijn nagels laten doen. En ja, we zijn er bijna. Nog heel eventjes volhouden en dan is het zover. Maandag de 19e. Vandaag is het zover. Het is 4:00 ochtends. En ik film heel even met mijn mobiel. Ik zie wel dat het heel donker is, maar sorry daarvoor. De camera ligt nu op dit moment boven en ik wil Misha niet wakker maken. Maar goed, op zich gaat het eigenlijk wel prima. Ik kon eigenlijk geen houding meer vinden om lekker te liggen. En ook weer last van mijn darmen, zoals altijd eigenlijk. Dus op een gegeven moment denk je, nou dan ga ik er maar gewoon uit. Het is prima zo. En wat wou ik nou nog zeggen? Ja, eigenlijk gisteren ook weinig zenuwen. Het gaat op zich ben ik nog relaxed. De handen zijn nog droog, geen klamme handjes. Dus we gaan zien wat het gaat worden. Hoi Chico. Je vindt het wel lekker natuurlijk dat ik om 4:00 al op ben. Lekker aandacht. Dus ik zie jullie zo weer over een paar uurtjes. Goedemorgen. Ik zal heel even het geluid zachter zetten. Het is inmiddels dinsdagochtend, 5:00. En gisteren had ik een tijdje lang wel een soort weeën, zeg maar, die heel onregelmatig kwamen. Uiteindelijk toch maar even gekeken of we konden slapen, toch naar bed gegaan. En dat is wel gelukt. Het is nu 5:15, dus niet heel lang uitgeslapen of wat dan ook. Maar ik moet zeggen dat ik het ook wel weer een soort teleurstelling vind. Dat alles weer is stilgevallen en dat alles weer rustig is, soort van. Tuurlijk is het gevoelig. Maar ik had verwacht dat het steeds kortere tussenpozen zouden zijn. En dat we waarschijnlijk gisteravond dan terug hadden gemoeten naar het ziekenhuis. Maar helaas is dat niet het geval. Sorry, ik heb tik. Nee, ik heb voor één keertje geslapen met waterproefmascara op en mijn oogschaduw van gisteren. Dus ik ga zo meteen nog even mijn foundation overdoen. En dan hebben we een afspraak om 8:30 in het ziekenhuis. Dus dan gaan we het weer zien. Het ballonnetje zit er nog steeds in. Op zich gaat het wel hoor. Maar het is gewoon een beetje, ik weet niet, soort, hoe moet je het zeggen, een beetje onprettig of zo, zeg maar. Want er zit nog een slangetje aan en die zit aan je been geplakt met een tapeje. Dus dat voelt, ja, gewoon een beetje onprettig, zeg maar. Gisteren het zetten, zeg maar, dat viel me echt tegen. Deed me echt pijn. Vooral ook die ene bek en zo. Heel gevoelig is het nu op het moment. Dus dat, ja, dat vond ik echt wel even pittig. Maar ja, we gaan zien wat ze vandaag van plan zijn met me en wat ze gaan doen. Dus, als ik tussendoor een momentje heb om weer even wat vast te leggen, dan doe ik dat. Maar ik neem ook wel echt even de tijd voor mezelf als wat nodig is en ik veel pijn heb. We gaan het zien wat vandaag brengt. Het is dinsdag de 20e. Misha is de 22e jarig. Ik word steeds closer op zijn verjaardag, maar we gaan het zien.
super simpel uit. En tegelijkertijd is het denk ik wel iets complexer. Dus ik heb er wel een harde set voor nodig. Lieve dames, we zijn eruit. Kom erbij. Lieve Marieke, lieve Joosje. Nou, ik lig inmiddels in de kraamsuite. Sorry dat beeld trilt, maar ik heb veel weeën. Ik heb een infuus en ook een katheter. En de pijn is best wel heftig, dus ik heb toch gekozen voor een ruggenprik. Dus die gaat wel gezet worden, want ik heb het idee met de inwendige onderzoeken ook. Het deed zoveel pijn dat ik echt een beetje het maximale nu al aan het bereiken ben. En dat is natuurlijk niet handig, dus 9:30 ochtends. En ook de ontsluiting vordert niet echt, omdat ik gewoon één brok spanning ben. Dus ik hoop dat dat wat gaat uithalen nu. Dat het in ieder geval de scherpe kantjes eraf haalt. En dat het wat verder vordert. Het is inmiddels 21 augustus. En als het goed is, wordt hij dan vandaag geboren. Precies één dag voor Misha's verjaardag. Hé, Mies? Hey, ja, één dag voor mijn verjaardag. Mooi cadeautje, zeg ik dan maar. Ja, hè? Ja, ja. Hoef ik nooit meer een cadeautje voor je te kopen, want ik kom er nooit meer overheen. Nee, zeker niet. Ik ga je nooit meer redden. Ik zei net als wel handig dat als hij dan jarig is, dan hangen we slingers op. En die kunnen dan meteen blijven hangen voor de dag daarna. Krijgt Misha gewoon, of hij het wil of niet, krijgt hij gewoon slingers. Maar goed, het was even een kleine update. En ik weet niet wanneer ik jullie weer zie. Ik ben inmiddels weer terug op mijn kamer en ik heb de ruggenprik gehad. Het haalt echt wel de scherpe randjes eraf. Ook die katheter, dat voelt echt naar, dus die voelt nu ook een stuk minder, dus dat is fijn. Infuus zit erin voor OUW-opwekkers, dat was hem. En ja, het is inmiddels 11:30 'smiddags. Om 12:00 komen ze kijken, gaan ze weer onderzoek doen. En gaan ze kijken of ze mijn vlies kunnen breken, maar had ze handje, ik weet niet, ergens, ik denk hier, want ze voelde zijn vingers, zeg maar. Dus hij moet wel zijn handje uit de weg gaan doen. Anders misschien keizersnede, maar dat gaan we zien. Dus ja, dan hoor ik weer hoe nu verder, zeg maar. En sorry dat ik met mijn mobiel film. Ik hoop dat het een beetje toch het beeld oké is. Maar ik heb mijn camera wel mee hoor. Maar het is even too much nu, dus ik doe het zo. Oh, is leuk zo met die hoestdrom. Ja, toch? Ja. Leuk dat het helemaal buiten omgaat van ukje.nl. Ja. Nou, het is inmiddels 22 augustus, Misha's verjaardag. En hij is 1:06 vannacht geboren. Uiteindelijk een keizersnede, want het vorderde niet. En zijn hartfilmpje zag er niet heel goed uit, dus ze wilde vaart gaan maken. En dat was wel even schrikken, maar ik moet zeggen dat ik zo op was dat het gewoon ook niet meer ging. Ik had denk ik elke 1,5-2 minuten had ik hele erge weeën. Dus ik kon ook niet rust vinden en tussen de weeën door was ik aan het overgeven. Dus dat schoot gewoon echt niet op. Ik was helemaal op en toen de waarde ook een beetje zakte, dus de hartslag zakte. Toen hadden ze zoiets van nou dit... Dit gaan we niet doen, want dit wordt te gevaarlijk soort van. En nu ligt hij naast ons. Ik ga hem even aan jullie laten zien. Hier is hij. Dit is Lucas. Of Lucas eigenlijk. En zijn tweede naam is Mason. Ik vond het wel leuk dat hij dan een Engelse naam heeft. Die ook wel goed uitspreekbaar is in het Nederlands. Dus het is Lucas met een C. En dan Mason. Dat is ook wel leuk voor de Amerikaanse familie, want dan is het Lucas Mason. Nou, ik vond het wel leuk dat het gewoon een simpele Nederlandse naam is. En Lucasje is nu... Ja, het is allemaal een drukke dag. Oh, hij doet zijn oogjes open. Hij had net heel erg goed iedereen bekeken. En nu is het hier allemaal... Hi, ben je wakker? Dan houdt hij weer vast, want nu is hij aan het slikken. Dus je maakt een beetje, en dan mag hij hem zo dicht tegenaan. Je maakt een beetje deze beweging. Kijk,
zo naar beneden. Ja, dus van boven naar beneden. En dan haal je hem iets terug en dan haal je hem naar beneden, toch? Hallo? Hey Lucas. Hoi. Ga je op beeld? De mooie voetjes. En je handschoentjes aan, want het is hartje winter, hè? Hé, vriend? Mm-hmm. Hoi. Hoi.